Hallo, in deze video ga ik jullie laten zien hoe je dit kleine bloemetje zelf kunt haken. Deze bloemetjes zijn leuk om op bijvoorbeeld amigurumi te haken, maar je kunt ook een leuke broche van maken. Of misschien op sloffen naaien, je kunt van alles mee doen. Dit katje is bijvoorbeeld een projectje ook uit mijn YouTube kanaal. En deze koala komt uit zijn patroon die je kunt vinden in mijn Etsy shop. En de links staan in de beschrijving van dit filmpje. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dit een leuk filmpje vindt. En als je op de hoogte wilt blijven van mijn toekomstige video's. We gaan beginnen. We hebben nodig een haaknaald van 2,5 mm. Garen en een schaar. Garen is sportweetgaren. Ik heb er zelf 100% katoen gebruikt. We beginnen met een magische ring. Om een magische ring te maken, wikkel je het draad 2 keer om je vinger. En dan ga je met je haaknaald in de ring. En dan pak je het draad op. En dat trek je door de 2 rondjes heen. Dan heb je een lusje op je haaknaald. En dan pak je het draad weer op. En die trek je door het lusje heen. Nou, nu hebben we een magische ring gemaakt. In deze magische ring gaan we 6 vaste haken. Maar nu eerst de eerste vaste. Dan gaan we weer in de magische ring. Ik pak het draad en trek het door de magische ring heen. Nu heb ik 2 lusjes op mijn haaknaald. Ik pak het draad weer en trek het door de 2 lusjes op mijn haaknaald. Dit gaan we nog 5 keer doen. Dus in de magische ring. Ik pak het draad op. Trek het er doorheen. Er zitten 2 lusjes op mijn haaknaald. Pak het draad weer en trek het er weer doorheen. Nou, dit is de tweede vaste. Nu de derde. Ik probeer dit allemaal rustig te laten zien voor de beginners onder ons. Vind je dit nog te snel, dan kun je de video ook langzamer afspelen. Dat kun je vinden bij je YouTube opties. Nou, ik heb nu 6 gemaakt. Nu is het tijd om de magische ring te sluiten. Daarvoor trek ik aan het... Nee, je ziet dat een klein lusje loshangt. Dat trek ik me een klein beetje aan. Maar niet nog het hele rondje sluiten. Je zult zien dat 1 rondje kleiner wordt. En de ander blijft groot. Nou, die kleine, daar gaan we nu aan trekken. En dan sluiten we die grote. Helemaal. Nou, dan trek je aan het losse draadje. Om hem helemaal te sluiten. Nou, nu moeten we naar oranje garen wisselen. Nou, die laatste vassen ga ik even een klein beetje loshalen om dat te doen. Dan haal ik het laatste lusje, trek ik heel voorzichtig eruit. Dan zie je dat er nog 2 lusjes overblijven. Dan ga ik even in met mijn haaknaald. En nu pak ik het oranje garen. En dat trek ik door dat lusje heen, die 2 lusjes heen. Het oranje garen wordt onderdeel van de laatste vaste die we gemaakt hebben. Nou, nu gaan we zo verder met de tweede toer. Nou, we gaan in de eerste steek gaan we... Een halve vaste en een half stokje, 2 halve stokjes en nog een halve vaste haken. En dan allemaal dezelfde steek. Dus in deze steek, en nu beginnen we met een halve vaste. We gaan erin met onze haaknaald. We pakken het oranje draad op. Dan trekken we er doorheen en dan trekken we meteen door het lusje op de haaknaald. Zo maak je een halve vaste. Nu gaan we een half stokje haken, 2 halve stokjes. Om een half stokje te haken gaan we eerst met onze haaknaald onder het oranje draad.
Zo maken we eigenlijk een extra lusje op de haaknaald. Dan gaan we in diezelfde steek weer als de halve vaste. Kijk, er zitten nu twee lusjes op. Dan pak je het draad en dan trek je dat doorheen. En nu heb je drie lusjes op je haaknaald zitten. Nou, nu pakken we het draad en trekken we door alle drie de lusjes. Nou, dit is een half stokje. Daar gaan we er nog eentje van maken in dezelfde steek. Dus weer in datzelfde gaatje maak je nog een half stokje. Nou, in hetzelfde steek maken we nog een halve vaste. En weer in hetzelfde gaatje. Pak het draad, trekken we er doorheen en we trekken meteen door het lusje op de haaknaald. Nou, we gaan nu hetzelfde herhalen in de volgende steek. De tweede. Dus eerst een half vaste. Dan een half stokje. Nog een half stokje. En dan een halve vaste. Nou, we gaan dit nog vier keer herhalen. Dan hebben we alle bloemblaadjes gemaakt. En weer een halve vaste. Dus twee half stokjes en een halve vaste. In dezelfde steek. In totaal doen we dit 6 keer. Nou, ik heb zelf en dus katoengaren gebruikt om dit te maken. Nou, je kunt ook dikke garen gebruiken. Dan krijg je gewoon een grotere bloem. Ik gebruik altijd de kleinste haaknaald die op het label staat van de garen die je gebruikt. Maar je kunt eigenlijk gewoon echt iedere garen gebruiken om dit bloemetje te maken. En hoe dunner garen, hoe klein het bloemetje je krijgt. Nou, nu ben ik klaar met het haken. Nu ga ik het oranje draad doorknippen. Nou, die trek ik los en dan moet ik hem alleen nog even in het bloemetje naaien. Ik zal even rustig laten zien waar ik het precies in ga naaien. Om te zorgen dat het een mooi bloemetje wordt.
Je gaat in de eerste steekhaken die ik gemaakt heb. Je ziet, dit is de zeg maar de halve vaste waar ik mee begonnen ben. Ik ga net daaronder in de eerste steek van de eerste toer die we gemaakt hebben. Daar ga ik in aan vastnaaien. Kijk, trek hem zo doorheen. En zo krijg je een mooi gevormd bloemetje. Ik maak nog even een knoopje tussen het oranje draad aan de achterkant. Daar. Dan komt dat tenminste niet los. En het draad wat er nog achter hangt, dat kun je gebruiken om het bloemetje ergens op te naaien. Als je nou een knoopje maakt in het groene draad, dan kun je dat ook gewoon afknippen en dan het oranje draad gebruiken om hem op te naaien. Of andersom. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit bloemetje te maken. En nou, zou je nog graag nog meer bloemenvideo's of andere video's willen zien? Laat het dan vooral even weten. En ik ben natuurlijk ook wel nieuwsgierig waar jij je bloemetje voor gaat gebruiken. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, dan blijf je op de hoogte van mijn toekomstige video's. Want er komen nog veel meer aan. Ben ook bezig met een grotere bloem te haken. En like vooral deze video als je hem leuk vond. Nou, ik heb nog meer knuffels op mijn YouTube kanaal staan. Deze kleine knuffeltjes zijn allemaal te vinden als YouTube filmpjes. Dan leg ik vooral heel goed voor beginners om te leren amigurumi haken. Ook heb ik veel filmpjes met veel basisfilmpjes, informatie. Ja, deze zijn erg leuk om te maken, deze kleine knuffeltjes. Ook snel. Je kunt het met, zoals ik heb gedaan, katoengaar gebruiken. Kijk, dit is hetzelfde patroon, maar dit andere katje is veel groter. Dat komt omdat ik daar wat dikker garen voor gebruikt heb. Maar voor de rest is het patroon precies hetzelfde. Het kan trouwens voor al mijn amigurumi patronen. Je kunt altijd ook ander garen gebruiken, dikker garen. Dan wordt het gewoon groter. Maar het patroon is gewoon precies hetzelfde. Nou, deze wat grotere knuffels, die patronen staan, die kun je vinden in mijn Etsy shop. Of in mijn Revely shop. Do it yourself fluffies shops. En ik heb echt super veel verschillende knuffels al gemaakt. Dus ik zou zeggen, neem vooral even een kijkje. Bijvoorbeeld dit gekke varkentje. Oh ja, en ik verkoop ook nog naaipatronen. Dus mocht je het ook nog leuk vinden om te naaien, nou, dan kun je ook nog heel veel knuffel naaipatronen vinden. Dit is Bernard de Donkey. Met een grappige haartjes. En dit is meneer Blauw. Die staat ook op mijn website. Maar die is ook te vinden in een Monster Amigurumi boek. Uitgegeven door amigurumi.com. En deze draak is ook te vinden in een Fantasie Amigurumi boek. Maar ook, is ook als los patroon verkrijgbaar op mijn website. En dit is Yoki de draak. Die is ook te vinden als los patroon. Nou, bedankt voor het kijken. En veel plezier met haken.